12 mei 2012. Ik ben onderweg naar Enekhuizen met de Panasonic fiets uit 1990. Ik heb 24 jaar stilgestaan, banden opgepompt en ik rij ermee. Daarachter is het dorp van Enehuizen. Een van de grootste mensen in de wereldgeschiedenis heeft het dorp Enehuizen gesticht. Wat de voorloper was op het gebied van de verlichting binnen de godsdiensten. Nu jaren na zijn dood krijgt hij eindelijk erkenning. Van het originele Enehuizen DNA is nog maar een fractie overgebleven. Het meeste is import. De Janssen uit Holland die in Enehuizen wonen. Nooit echte Limburgers zullen zijn. De naam Janssen staat garant voor het meest Hollandse wat er bestaat uit Haarlem. Daarachter ligt Guttekoven, waar Enehuizen vaker mee in strijd was. Qua agressie en dodenaantal vergelijkbaar met de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Maar tegenwoordig een blanco passage in de geschiedenisboeken. En op internet bijna niks van terug te vinden. Daarachter ligt Lindeheuvel. En het chemische bedrijf DSM Sabic, wat voortgekomen is uit de DSM Staatsmijnen. Volgens de velen de oorzaak van zoveel mensen die aan kanker lijden en sterven hier in de omgeving. Maar wat is waar en wat is deels waar? Daar de zogenaamde boulevard met woningen waar een paar monumentale boerderijen voor zijn afgebroken. Want commercieel belang gaat voor publiek belang. De eigen dodenweg van Enehuizen, waar mensen zich te pletter hebben gereden tegen bomen die verkeerd geparkeerd stonden. De bewolking. Jarenlang hebben fietsers op dit stuk moeten fietsen met diverse noodlottige ongevallen als gevolg. Sinds het fietspad is het dan een heel stuk veiliger geworden. Helaas moesten daar een paar levens blijkbaar voor opgeofferd worden. Terwijl in de jaren 50 al werd gevraagd door mensen uit Berg aan de Maas om een fietspad aan te leggen voor de schoolgaande jeugd. Het is wel erg in bij gewone personenauto's. De tijd van met de witte blijf je zitten is echt voorbij. Maar ja, zelfs de blanke verf schijnt uitgevonden te zijn en de zwarte verf door blanke.
Hier woonde vroeger een vriend, Freddy Ekerboom. Of was het nou hier? Ja, ik denk hier dan. Hier de voortplantingsdrift. De buren zullen vaak niet blij zijn met als buren een kind verwekken en krijgen. Hier is het bankje waar mijn ouders vaker zaten. Prachtig dat de berm in bloei is. Per kilo betalen voor het afval is niet zo'n goed idee. Overal kom je afval tegen. Gedumpt wordt om de kosten laag te houden. Geïnspireerd door René. Vroeger Rabo-Boer Leenbank, de oude school. Hier links woonde de slechte onderwijzer Nick Leurs, maar daar woonden ook de vrienden Cyril en Sylvain van Huchten. Dit wordt waarschijnlijk dit jaar verleden tijd, wordt afgebroken. De auto's.